Dit is de grootste fractie sinds vorige week. Forum voor Democratie. Even gezellig op de foto, maar daarna moet er echt vergaderd worden. Overleg achter gesloten deuren en met de gordijnen dicht. Maar duidelijk is wel dat Job Cohen niet naar Den Haag komt. Ja, zeker jammer. Nou ja, reden was voornamelijk gebaseerd op één persoon versus twee personen. Dat de snelheid toch gebaat is bij één informateur. Hoewel ik het niet eens ben met die stelling, nou ja, kan ik niet anders dan accepteren nogmaals. Ja, ik denk dat hij voor hete vuren heeft gestaan. In Brabant is hij al aan de slag geweest. Hij is hier in Den Haag voor het stadsbestuur bezig geweest. Dus ik heb er goede hoop op dat hij van alle partijen hier in de Provinciale Staten, dat hij daar een goed advies over kan geven hoe nu verder. En dus komt Hans Wiegel op uitnodiging van Forum voor Democratie naar het provinciehuis om te proberen een nieuwe coalitie te smeden. En hij komt alleen. Ja, ik vind het jammer dat ze, want er was best wel een breed draagvlak voor om er een informateur naast te zetten. En ik vind het jammer dat ze dan niet hebben geaccepteerd, zeg maar. Dus dat ze, wat dat betreft, het geeft wel aan van hoe open zij staan voor ideeën van anderen, ben ik bang. Ik denk dat de heer Wiegel een uitzonderlijk goed persoon is om dit proces te leiden. Dat heeft hij laten zien in Den Haag, dat heeft hij ook laten zien in Noord-Brabant. Dat hij kan verbinden over een brede coalitie. Dus ja, wij zijn er heel blij mee. Donderdag worden alle leden van Provinciale Staten geïnstalleerd en daarna gaat Hans Wiegel echt aan de slag.